Kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gelukkige aflevering van Mafia 3. Goed jongens, we gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Dus dat komt weer helemaal goed. Prima, goed, perfect, goed, prima, goed, ja, prima, goed, ja. Ja, we hebben natuurlijk die overhaven netjes dat geld afgeven aan die maffiabaas. En daarna is er behoorlijk wat ruzie gekomen. Nicole die heeft ook behoorlijk wat ruzies, maar ja, we zullen het zien hoe dat me gaat aflopen. Maar ik moet dus hier in die auto en ik moet naar Sammy's dingen. Oh ja, natuurlijk hier. The Padre doesn't seem too keen on the plan. Nah. You don't need to worry about him. Laten we gaan. Hier hebben ze wel allemaal van die oude auto's. Ga je wachten, Piet, of rij je door? Dan rij ik wel. Er rijdt hier best veel politie. Maar het is wel heel fijn dat je ze kunt zien. Locano offered me the hollow, said it was time for Sammy to retire. I told him no. So you think what happened is your fault? Dus we moeten naar Sammy zijn huis. What do you think Sal was going to do? Host a little party for Sammy? Maybe give him a gold watch and a plaque congratulating him on his retirement? Te believen valt. There's only one way out of the life. And you still haven't answered my question. I'm going to take over the city. Voor de pizza moeten we uitkijken. Locano wanted me to run the hollow? Fuck him. By the time I'm done, I'll be running the whole goddamn city. That's exactly what I wanted to hear. Yo, ik denk dat dit hier politiebureau is, al die politie. Blauwe mensen. Kun je dat over het hele map zien? Nee, ja. Nee. Dan kun je dus alleen de kaart zien. Deze kaart is vrij. Ja, niet al te groot. Het is kleiner dan GTA 5. Maybe because you got shot in the face? I might have lost a step or two, but it'll come back to me. Maar hey, het is leuk dat hier is een keer wat anders aan. Probably not much of a surprise, but most of the cops in this town are in Sal's pocket. Dan zet die haar gewoon uit. Just being dimmed, the cops see you fighting Sal's goons. They're coming to you every time. Oh, verkeerde knopjes. Oh, dat is. Ja, deze brug die ken ik natuurlijk, daar heb ik al een keer overheen gereden toen ik. Maar ik ben een keer al in dat huis geweest, ja klopt. Toen dacht ik dat het mijn eigen is, maar dat was de Sammy zijn huis. En wij zijn in Kons. Zo heten we, hè. You sure you don't need a ride? Nah, man, I'm good. I'll be at the motel. Come see me when you're ready. Dat we hem wel netjes parkeren. En dat doe Sammy. Blijft hij hier? Oh, hij blijft. Oh, hij rijdt gewoon weer weg. Hier doorheen. Press I. Ik heb geen wapens. Interview keer. John 16:33. In the world you. Oeh. Oh ja, hier was natuurlijk die ruzie gebeurd. Oeh. Welkom home, son. Now who wants to get shit face? Oh. Hey, bullshit there are. This guy's a beast. Dus die hij is het dus die gewoon iedereen afmaakt. I want you to run the holler. Gaan we doen? Should
the fuck? Ja, what the fuck, ja. Alles in puin. Use your combat to knife. Oké, ik kan dit huis nog wel gebruiken. Hier kon ik en slapen. Is dit? Laten we even naar boven gaan. Dus kan ik dus nog wel. Save as push a new Bordeaux. Oh kijk, we zitten in nieuw Bordeaux. Het is de garage. Oh ja, zie je? Maar kan ik niet eerst slapen? Ik vind dat, of gaat dat niet hier? In dit spel. Naar boven kunnen we niet. Dus. Het huis wel gebruiken. Oh, change outfit. Kijk. Gewoon zo uit. Maar slapen gaat niet. Oké, ja, is niet zo erg. Dan gaan we maar terug, denk ik. Dit is mijn auto. Goed is dat dat. Sam is maar home look you Eskas in te zien. Daar kan ik mijn geld, maar ik heb geen geld volgens mij. Dan kunnen we al ons geld hier zo
Oh, dat zou ik ook kunnen lopen. Het is hier zo naartoe zijn. Ik heb hier daar het beste kunnen komen. Om gewoon hier te parkeren. Ja, weet je, ik parkeer hem gewoon hier ergens. Laten we hem wel netjes parkeren. Als ik moet gaan vluchten, je weet het maar nooit wat er gebeurt. Ik moet naar boven lopen, dan moet ik daar zo. Er is niemand. About setting up a tax center. The key to running a successful black bag operation is plausible deniability. Which is why I stole all this shit from the FBI. Nee. Things go tits up, those chicken dicks can fall out. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. When you were convalescing, I did some digging around. Wanted to see if there are any local assets for you to recruit. I came up with three possibilities. Right now, my priority is getting the hollow out from whoever ended up with it. Figured as much. Patience? Ooh. Well, I thought they fell apart after I put Baca down. Lucky for us, they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Dixie Mafia? Dixie Mafia, die moet je dus uitschakelen. Trying to get everybody hooked. Hij runt een zaak en die moet ik overnemen. Destroy everything that Sammy built up. Who replaced Baca? Unknown. He managed to keep his identity a secret. Unknown? Even to John Donovan? Never thought I'd see the day. Dus we moeten een zaak overnemen. So, you telling me my only option is to tail one of these Haitians? Hope he leaves me the mysterious leader? Hey, it's better than no options. Once you've ingratiated yourself with them, you come see me. I'm finishing something up you're gonna want to see. Goed, all time sake. Wait for the high teams. Ik moet ergens op wachten. Er zaten dan maar ook. Meteen gaan. Het is niet zo heel ver, dus dat scheelt. Hoi, je ziet ook meteen die rook. Zodra er politie is, moeten we natuurlijk uitkijken. Woeps. Oh, ik moet hier zo gaan staan. Waarom moet ik mijn auto dan kwijt? Ik mag hem niet hier. Oh, ik moet hier mijn auto's zetten. Ik moet dus hier wachten. Heeft mijn auto daar neergezet. Er komt wel wat aan. Ah. Dus nu komt hij daar aan. Get inside.
Laten we even wachten tot die politie weg is. Hij raakt heel veel. Laten we even. Hij raakt niet heel veel. Oké. Als het raakt, dan kan ik. Je ziet mij niet. Ik ga hem pakken. We hebben ook gelijk een mes. Nu zit hier wat. Zit er nog hier iemand binnen? Zit er onder. Oeh, ik heb een idee. Zwaard in je nek! Oh nee, dat is een mes in je nek. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Hé, hey, vriend. We all want Dixie out of the hollow. Give me your boss and I'll make it happen. Nou, vertel op. Shit. Get to the voodoo. You'll find the bar there. Sorry about the headache, brother. Sorry. Could you please hit voodoo shop? Laten we met deze auto gaan, dan valt het tenminste minder op. Moet je sorry toch die andere kant op, jongen, jongen. En ik had mijn auto goed. Goed. Laten we daar naartoe gaan en dan zullen we het wel zien. Ho 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 ho. Hij lijkt heel veel. Raak nu wel. Nou. Oh, maar die auto rijdt wel heel langzaam. Vind de AW insider. Oké. Juist moet het zijn. Laten we op zijn. Ja, laten we niet. Laten we even kijken. Oh, die is wel op slot. Laat die even openbreken. Kijk, she's to the head. Nu lukt het niet. Laten we even dat wapen wegdoen.
moet ik boven gaan? Kan ook, ja, het moet volgens mij boven zijn. Hoe klim je? Oh zo. Ah, kijk, ja, ja. Ik moet hier zo boven zijn. Ik zie niemand. Oh, wait. Moet ik wachten? Ja, je weet maar nooit wie er allemaal binnen staat, hè? Goed. Er komt iemand binnen. Hallo. Goeiedag. Dat is even schrik, hè? Staat er een keer man. Wat er binnenkomt, krijg je gelijk koffie. It appears we both full of surprises. Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you tried to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery. Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Sammy and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcano told him to do, even if it pitted him against his own people. He did the best he could. And yet his best didn't amount to much, did it? Once I have Dahala, I run it as I see fit. No questions asked. As long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hold up from time to time, you can do what you want. Okay. Dus we krijgen een hand langer. Zoiets. Marcano replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? I assume he's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving him for a few days, he cuts him loose, tells him to run. Sometimes he brings out the dogs, you know, for old time's sake. Okay. Dus hij kidnapt ook nog mensen. That's how he killed my sister. Oh. This is all I have left. How do I find him? It's still dangerous for him, so he's sister vermoord. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run, you should talk to him and see what he knows. Once I deal with it, I'll see about the church. Okay. Goed. Everything you see. Goed, maar dat gaan we de volgende keer doen. Armes dealer. Dat gaan we de volgende keer doen, jongens. Wij gaan het hier zo bij laten. Dus ik moet... Goed, ik... ja, dan gaan we de rest samen maandag weer doen. Hopelijk zijn jullie er dan ook bij. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan maar weer, jongens. Mazzel!